Welkom broeders en zusters in de Heer op deze woensdag van de 12e week van tijd door het jaar. En vandaag artikel 212. De toewijding en werk in de gemeenschap. De kandidaat moet eerst een oproep tot de gemeenschap hebben ontvangen, die door de in de verschillende fasen genade toezeggingen wordt geverifieerd. Elk kandidaat voor het godgeweden leven in de gemeenschap wordt in de eerste plaats gevormd als gedoopte en als lid van de gemeenschap. Het is heel belangrijk te zien dat, en vooral in de gemeenschap zaten we het woord, dat de jongeren die verlangen om godgeweden leven te volgen, de weg van de godgeweide leven te volgen, deze roeping beantwoorden. Zij zijn geroepen eerst om tot gemeenschap, tot aan een bepaalde gemeenschap toe te behoren. En zij zijn geroepen om een gemeenschapsleven te beleven. En zij gaan eerst vorming krijgen als lid van een charisma, als lid van een gemeenschap. En ook als gedoopten, dus als christenen. Ze gaan de basis krijgen van de christendom, van de geboden van de Heer, van de rijkdom van onze doopsel en het leer van de kerk. Dus wij gaan eerst gevormd worden als christenen en als gedoopten. En als lid van een bepaalde charisma. En daarna gaan wij onder roeping onderscheiden. En dat vraagt ook tijd om rijp te worden in ons mensheid, om zeker te zijn. Dat zegt niet dat je als een jong of een meisje binnentreedt in de gemeenschap, ze zijn niet zeker. Ja, misschien zijn ze wel zeker van hun roepingen. Ja, ik wil zuster worden, ik wil priester worden, ik wil broeder worden, ik voel dat. Maar zelfs zo, als de persoon helemaal zeker is, dat vraagt tijd om rijp te worden. Deze zekerheid gaat niet weg als waar is. Als deze zekerheid echt waar is, is niet alleen uw wil, maar echt een roeping, echt een oproep van de Heer voor u. Deze zekerheid gaat niet weg tijdens de vorming van de gemeenschap, maar 1 jaar, 2 jaar en misschien toch 3 jaar of meer is nodig om rijper te zijn in de mensheid, in onze mensheid, maar om te onderscheiden. Soms zijn we heel te veel enthousiasten, zoals vuur, groot vlam, maar daarna gaat de vlam voortdurend blijven, gaat de vlam echt tot het einde toe branden. Dus het is heel belangrijk om zich te laten vormen in de gemeenschap. Niet alleen in de gemeenschap, dat we het woord, maar ik spreek over de andere gemeenschap. Ook seminaries in 7 jaar om priester te worden. Minimaal 7 jaar. 7 jaar filosofie, theologie studeren. Een paroquia toe behoren. Missies, verschillende realiteiten van de kerk beleven en ervaren. Het vraagt tijd om een zeker jaar, een stevig jaar, gegrondvestigd op Christus te geven aan onze roeping. Uit het tweede boek der Koningen. In die dagen zei de hoge priester Hilkia tot de schrijver Safan: ik heb in de tempel van de Heer het boek van de wet gevonden. Hilkia gaf het boek aan Safan en deze las het. Daarop begaf de schrijver Safan zich naar de koning. Hij bracht hem verslag uit en zei: Uw dienaren hebben het held dat zich in de tempel bevond te overschijn gehaald en het overhandigd aan de werklieden die het toezicht hebben
over het werk in de Tempel van de Heer. Werde duwde schrijven Safan de koning mee, dat de priester Hilkia hem een boek had gegeven. En Safan las het de koning voor. Zodra de koning hoorde wat het boek van de wet zei, scheurde hij zijn kleren doormidden. En hij gaf de volgende opdracht aan de priester Hilkia, aan Achikam, de zoon van Safan, aan Akbor, de zoon van Mikasia, aan de schrijver Safan en aan zijn hovelinge Azaia. Hij had de Heer raadplegen voor mij en voor het volk, voor heel Juda, met betrekking tot wat er te lezen staat in het boek dat wij gevonden hebben. De Heer moet tegen ons wel in hevige toorn zijn ontbrand, aangezien onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van dit boek en niet hebben gehandeld naar alles wat daarin geschreven staat. De koning ontbood toen al de oudsten van Juda en Jeruzalem en zij kwamen bij hem samen. Hij ging naar de tempel van de Heer, vergezeld van alle mannen van Juda, alle bewoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten en geheel het volk, van klein tot groot. Hij las hun alles voor wat er geschreven stond, in het boek van het verbond, dat in de tempel van de Heer gevonden was. De koning ging op de verhoging staan en hij sloot het verbond voor het aanschijn van de Heer. Zij zouden de Heer volgen met heel hun hart en met heel hun ziel. Zij geboden verordeningen en voorschriften onderhouden om daardoor de bepalingen van het verbond, die in het boek geschreven stonden, te doen herleven. Het gehele volk beaamde dit verbond. Woord van de Heer. Wij danken God. Hier zien wij dat als de koning, als de herder, als de verantwoordelijk zijn hart terugkeert naar de Heer, gaat ook de hele volk, de hele kudde hem volgen. En gaat een verbond zijn tussen God en het volk. Maar het is heel belangrijk dat de persoon die voor staat, de persoon die de baas is, de persoon die het volk vertegenwoordigt, ook zich erkent als herder en ook de richting heeft aan het volk. En het is heel belangrijk dat wij ook als verantwoordelijk, als herder, als dienaren van het volk, onze fouten erkennen. De fouten van het volk, de fouten van onze voorouders, voorvaderen en terugkeren naar de Heer. En wat maakt een verbond is het woord van de Heer onderhouden. Als wij het woord van de Heer onderhouden, zijn bepalingen, zijn geboden, zijn voorschriften onderhouden, dan hebben wij in verbond met de Heer. Dus daarom zijn wij ook als christenen, niet meer als Joods, in Joodse volk, maar als christenen, het woord van de Heer luisteren, om te weten wat God vraagt voor ons. Wat is zijn geboden, zijn bepalingen, zijn voorschriften? Wat is de wil van God voor ons? Voor mij persoonlijk, voor mijn werk, voor mijn gezin, voor de kudde die ik zorg, mijn parochie, de gemeenschap, gebedsgroep, leerlingen. Wat is de wil van God? Wat verlangt Hij van mij? En van mijn werk, van mijn dienstwerk? Het is heel belangrijk ook te zien dat als wij niet het woord van God lezen, weten wij niet
Wat zijn de geboden, de voorschriften? Wat is het verlangen van de Heer? En als wij horen, proberen wij na te leven. En dat is in verbond tussen God en wij. Het woord van de Heer na te leven. Het woord van de Heer onderhouden. Met heel ons hart. Wij zullen wel walen, fouten maken. Maar met walen opstaan, zullen wij dienaren van de Heer worden. En elke dag zijn geboden, zijn voorschriften, zijn verbond onderhouden onder ons. Luisteren, het woord van de Heer luisteren en het na te leven. Psalm 119. Toon mij de weg die hij beschikt hebt. Dan wijk ik daar nooit van af. Geef mij begrip om uw wet na te leven. Om hem te volgen met heel mijn hart. Leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in. Mijn hart zij gericht op wat hij verordent en niet op edelheuwen. Wie houdt mij oog van nietswaardige zaken? Maar laat mij leven volgens uw weg. Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult hij ze kennen. Plukt men soms druiven van dorens of weien van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, nog een zieke boom goede vruchten. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten dus zoet hij ze kennen. Woord van de Heer. Wij danken God. Om te weten als een persoon het woord van de Heer verkondigt en niet zijn eigen woord en echt de wil van God doet, een leider van een gebedsgroep, een pastoor, een priester, een zuster, en wij als moeder, als vader van een gezin, wij leken in de kerk, als wij willen zien dat wij echt de wil van God doen en zijn woord spreekt en niet onze eigen woord, zullen wij dat erkennen door de vruchten die wij gaan zien, die wij gaan tasten. En de vruchten van de boom van de Heer, van zijn wil, is vrede, is vreugde, is eenheid. Vrede, vreugde, eenheid, liefde. Als wij een slecht gevoel voelen, als wij zien dat wat de persoon heeft gedaan geen vrede, geen vreugde brengt, dan is wel niet ons de wil van God, maar de wil van de persoon. En ook persoonlijk in ons eigen leven, met ons gezin, in ons werk, wij kunnen ook proeven en van binnenuit beseffen, ja, wat ik heb gedaan is ook niet goed. Was fout. Was een hard woord, was niet juist, was niet rechtvaardig. Dus de vruchten is verdriet, tranen, verdeeldheid, onrust, verdriet vooral. En ook deze verdeeldheid die brengt geen eenheid, geen liefde tussen de mensen. Wij kunnen ook bij onszelf, niet alleen naar de anderen kijken, maar naar onszelf kijken en ons zich afvragen. Wat
Ik heb gedaan bij deze mis, bij mijn werk, bij mijn familie. Was echt in de naam van de Heer? Was ik in de His? Was ik rechtvaardig? Dus is wel een onderzoek, een gewetensonderzoek voor ons en voor wat we beleven. En we kunnen de Heilige Geest afvragen, aanroepen om tot inkeer te komen en ook deze inzicht te hebben om te erkennen als de vruchten die wij plukken na een missie, na een werk, na een gesprek, zijn de vruchten van de Heer, brengt vrede, vreugde, liefde, eenheid of was te menselijk van onszelf. Mogen wij tot de Heilige Geest bidden door de voorspraak van de Maagd Maria. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.